zit op de Van der Boschool. Ik vind de leukste opdracht om toen we de spelers ontmoeten, omdat we een interview met hen hadden. En ik heb geleerd om voor mezelf op te komen en vrienden te maken. Hallo, ik heet Marwan en ik ben 10 jaar. Mijn school is DSDA Van der Boschool en mijn favoriete sport is voetbal. Ik vond de opdracht appeltaart het leukst omdat ik nu weet hoe ik een goede appeltaart kan maken. En het was ook leuk om het met anderen te doen. En ik heb hier zo bij Playing for Success geleerd met de uiten. En te noemen en te zeggen wat ik voel. Ik ben Gino, 7. Ik zit op de fontein. Het leukste wat ik gedaan heb bij Playing for Success is mijn Rocky. Helaas was ik er niet bij, maar als ik erbij was, vond ik het wel heel erg leuk. Wat ik geleerd heb, is mijn zelfvertrouwen terug te winnen. Dus kom ook snel bij als je uitgekozen bent, probeer het leuk te hebben en niet om ongezellig te hebben. Altijd alleen leuke dingen denken. Hallo, ik ben Ahmed. Ik ben 11 jaar. Ik ben geboren in 4 maart 2003. Mijn school is DSDA Van der Boschool. Ik zit hier op 7a bij Juffie Sanne. De leukste opdracht die ik bij Ado vond, is Feyenoord, omdat we veel gingen samenwerken en foto's gingen zoeken bij het tribunestadion en buiten het stadion. We hebben ook taalopdrachten gedaan. Ik heb meer taalopdrachten, zelftaal en samenwerking geleerd. Doei! Ik ben 10 jaar oud en ik zit op DSDA Van der Boschool. Bij Playing for Success heb ik het leukste gedaan in het WK hockey omdat het heel gezellig was. Ik heb bij Playing for Success geleerd om vrienden te maken en gezellig en samen een beetje teamwork mee te maken. Ja, dag. Hoi, ik heet Sadea, ik ben 11 jaar, ik zit op DS Van der Boschool. Mijn leukste opdracht van Play for Success was Geef het een kleur. Ik heb hier geleerd dat ik goed kan samenwerken en vriendinnen kan maken of vrienden. En dat ik niet boos moet zijn op mezelf, maar gewoon zeggen dat ik het kan. En ja, tot de volgende keer, doei! Ik ben Chelsea, ik ben 11 jaar. Ik zit op school bij de Fontein en ik heb geleerd met Playing for Success om mijn mening te uiten. De leukste opdracht vond ik video's staan, want dan kon ik lekker gek doen en dansen. Doei! Hoi, ik ben Askin, ik ben 10 jaar. Ik zit op de school de Fontein. Ik heb geleerd hoe ik een appeltaart moet bakken. Wat ik heb geleerd is dat gewoon mezelf zijn en het doen. Doei. Hallo allemaal, ik ben Roxana en ik ben 11 jaar. Ik zit op de NO Van der Boschool. Ik vind de leukste opdracht bij Playing for Success de pampoen maken en ringen rot. Ik heb ook een paar dingetjes geleerd. Dat is dat ik met kinderen samen moet met ze moet omgaan. En dat ik hier tegen ze moet doen. En ik heb ook een beetje taal geleerd en zo. En dat was het doel. Hallo, ik ben Martijn. Ik ben 10 jaar. Ik zit op basisschool de Fontein. Een flink succes vond ik de leukste opdracht. Ik ben in Rotterdam omdat ik daar gewonnen heb. Ik heb een plek voor succes geleerd dat ik meer zelfvertrouwen kan hebben. Doei!
jaar en ik zit op de fontein. Het leukste om Playing for Success vind ik Superstar, omdat je dan omdat we elkaar heel goed doen met de danspasjes. Ik heb geleerd om mijn mening te uiten in de laatste weken en meer vrienden maken. Doei! Hallo, ik ben Manuel, ik ben 12 jaar, ik zit op de fontein. Het leukste vond ik Find It, omdat je het hele stadion dingetjes moet zoeken. Ik heb geleerd om samen te werken en door te werken als ik het niet leuk vind. Doei!